Hallo allemaal, hier ben ik weer. Ik ga vandaag voor jullie een FIFA wedstrijd spelen. Ik ben noob. Oké. Dit zijn goede teams. Ik ga spelen dan. Oké, dit is een opwarming. Ik ga deze niet opnieuw doen. Ik weet niet waarom deze muziek speelt. Maar het is een mooie match. Voetbalvrienden, hallo allemaal en welkom hier bij EA TV. Waar we vandaag live verslag gaan doen van deze vriendschappelijke wedstrijd. België is waarschijnlijk een te klein land om te concurreren met die grote clubbudgetten met Engeland, Italië en Spanje. Maar qua voetbaltalent is het de laatste jaren een van de grootmachten. Ja, als je kijkt waar die... Oh, die zijn al direct veel beter. Sterren hebben grote clubs. Spelers als Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Dat zijn wereldtoppers. Dries Mertens. Buitenspel. Rode Duivel zetten aan hier. Einde van nog eens. Het is buitenspel. What the heck, oké. Okay. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Pak de bal goed af. Eden Hazard. Is volgens velen een van de beste dribbelaars ter wereld. Als hij in de buurt van het doel aan de bal komt, is het alarmfase 1 voor de tegenstander. Dribbelen, passeren, pasen, scoren, hij kan het allemaal. Zonder meer een van de beste Belgische voetballers aller tijden. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Wat gaat hij hiermee doen? Wegspelen. Hazard. Dries Mertens. Mertens! De doelman keert die inzet. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Mertens. Dat loopt goed af met die ingreep. Ze zetten hoog druk. Vroeg onder druk gezet. En dat resulteert in balbezit. Dit wordt spannend. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Ze wil veel beter dan. Hij levert hem direct in bij de tegenstander. Hazard. En weer balbezit na die sterke actie. Goed druk gezet. De tegenstander had daar problemen mee. Ja, en dan komt de paniek en leveren ze de bal in. Van de bal afgezet. Mertens blijft aan de bal. Cruciale onderschepping. Nu kunnen ze voorkomen. De verdediging grijpt goed in, maar de druk houdt aan. Toby Alderweireld.
De bal terug en nu tempo maken. Daar is dan toch het gevaar. En hij pakt die bal. Oh, maar wat was dat een kans op de zegen, zeg. Ja, hij kwam alleen voor het doel. Maar ja, daar staat er ook nog een keeper. En die levert puur vakwerk af. Hij raakt de paal achter de bal. Raakt de bal kwijt na die tackle. Zou wel eens wat kunnen worden. Mertens. Dries Mertens krijgt voordeel na die tackle. Blijft zoeken. Het spel gaat verder met het doeltrap. Wat mooi. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. Oh, hij kan hem voorgeven. Er was een mogelijkheid om te schieten. Maar het werd een doeltrap. En we zien nogmaals de beelden van hoe die bal er bijna in ging. Het lijkt wel oud en nieuw. Wat een vuurwerk. Knal. Boom. Maar deze vuurpijl die spat uiteen op de paal. Axel Witsel. Romelu Lukaku. Hazard. Ze krijgen het balbezit weer. Ze laten hem niet met rust. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht. En ja, die balans zien we terug in deze statistieken. Ongeveer evenveel balbezit. Weinig kansen. Geen treffers. Kortom, niet om aan te zien. Ze leveren de bal in. Hij komt eruit met de bal. Mertens! Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller, maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Cruciale redding. Daar komt de corner van Kevin de Bruyne. Schot om voor te komen. De bal geraakt en weer in het spel. Hard schot, maar geweldig mis. Is dit voor onkun helemaal verkeerd geraakt? Zonde hoor, voor zo'n kans. Blijft goed aan de bal. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het dan. België is in balbezit. De Bruyne neemt hij de bal mee. Mertens. Ja! En Wilmes. Oh god, no follow-up. Ik kom terug in het volgende stukje. Ik laat deze nog even stonen. Oh my goodness. 1-0. En dan weer vol vertrouwen de tweede helft. Een andere hoek voor de helft. Kijk. Goal. Dit is niet te geloven. 1-0 Mertens doelpunt 44. Tot de volgende video.